Hallo mensen van YouTube en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Gezouten Mening. Het lijkt wel alsof iedere video die ik maak begin ik met deze boodschap, namelijk dat het alweer een tijdje geleden is. Maar ik heb nu voor het eerst wel echt het gevoel dat ik mijn excuses moet maken. En dat wordt niet zo'n excuses als, jammer dat je gekwetst bent, maar zo bedoelde ik het niet. Of ik betreur de ontstane ophef, of ik had die chatrooms nooit moeten openen. Dit is een excuus waarin ik wil aangeven waarom het zo lang heeft geduurd dat Gezouten Mening er weer is. Iedereen die de video's van Gezouten Mening heeft gezien, kent het vaste decor. Mijn trouwe compaan in het kwaad, mijn redding op de weg, mijn Peugeot 208. Hashtag nospon, al sta ik er wel voor open. Die had een bakkie, hier zo, hè, zo waar je dan zeg maar normaal je sleutels in doet. Daar paste precies een patatbakje in. Precies! Totaal losgereden. Ik reed in Hilversum en waar het uiteindelijk op neerkwam is dat ik kort was afgeleid. Niet door het eten, want ik ben natuurlijk een genadeloos goede eter onderweg. Wat er gebeurde, ik was afgeleid door kerstversiering. Er was iemand in Hilversum die had aan zijn balkon fantastische kerstversiering. En daar hou ik van. Ik hou van kerst, ik hou van die gezelligheid. Alleen, het was nog voor 5 december. Dus wat was die aan het doen? Sinterklaas was het land nog niet eens uit. En ja, voor mij ging iemand hard op de rem. Ik keek 1 seconde, ik keek terug, ik kon niet meer uitwijken. En dit was het resultaat. Hello darkness, my old friend. Dus nu is er een nieuwe auto, het heeft even geduurd. Klauwen met geld, een Peugeot 308. Vandaag ga ik recenseren de Single Crispy Smoky Bacon Beef. Ja, dit is dus iets waar de McDonald's nu op inzet. Crispy bacon, smoky cocktail, whisky cocktailsaus en een hamburger. Je kan ook nog kiezen uit kip, maar ik ga dan gewoon voor de hamburger. En ik vind dit een hele moeilijke, of een gevaarlijk eigenlijk om te recenseren. Een hele interessante, omdat als een fastfoodketen in Nederland crispy bacon propageert, dan is het vaak niet crispy. Whisky cocktailsaus ben ik eigenlijk ook niet zo'n fan van, omdat whisky cocktailsaus is het type saus dat je dus serveert bij een barbecue of een gourmet. Oh ja, Marianne komt ook. Ja, die heeft een gevoelige maag. Die wil ook wel eens een keertje wat anders dan ketchup. Dus ik heb whisky cocktailsaus. Nou, dan staat er zo'n zouteloze glazen pot, te midden van alle andere clichés. Zo'n pot Wijco satésaus die dan vermengd is met 6 liter water, waardoor het meer op een soort van mokka-kleurige drap lijkt dan satésaus. Freeway cola, freeway cola. Van die hele vervelende bakjes kruidensmeerkaas, dat je dan, dat lijkt dan op kruidenboter, dan smeer je het op. Dan neem je een hap en dan is het een soort van kruidenkaas. Oh, ik dacht dat het kruidenboter was. Sorry. En natuurlijk ook altijd een heel mooi gourmet cliché. De cordon bleus die er veel te lang op liggen, waardoor ze exploderen. En Tante Cor 4 maanden lang aangekoekte kaas in de ooghoek heeft. U hoort, ik ben er klaar voor. We gaan naar de McDonald's en we gaan de crispy smoky whisky bacon burger halen. Hier, let op. Het is ook altijd lach om ingewikkelde vragen te stellen over eten bij de McDonald's. Let op, schijnig. Een hele goede middag, waar kan ik nog van de bestelling? Hi, goeiedag. Ik wilde graag de single crispy bacon met beef. Ja, in de menu of los? Los graag. Ja. En is die bacon, is die gerookt op hout? Bacon wordt gewoon ontdooid. Daar doen wij het bij. Waar me dat zeg maar niet op. Oké, okay, precies. Oké, okay, werk genoeg. Dat was hem. Dat is hem, dankjewel. Oké, wordt 395, mag ik doorrijden. Ja. Vind ik mooi. Is de bacon gerookt op hout? Nee, hij wordt ontdooid. Oké, okay, top man. Goedendag. Hi, dankjewel. Hoi. Even een plek opzoeken dat het niet al te awkward is. Daar moet ik dan nog steeds aan wennen, dat je dan zitten eten en tegen een camera zitten lullen en dat er dan mensen voorbij lopen. Het heeft iets heel raars. Even kijken. Ja, dit is wel een mooi plekje. Oké, daar gaan we. Oké, hij komt niet in een zakje, zoals de cheeseburger. Hij komt echt in een doosje. Dat had ik niet verwacht. Meestal bij een single burger doen ze dat niet zo snel. U ziet, er is nog niet per se nagedacht over een design voor de smoky, crispy, smoky bacon beef. Omdat ze waarschijnlijk denken, eerst even kijken of het een succes is en dan maken we er wel een doosje bij. Ik doe hem even over het randje, zodat u goed kunt zien hoe die vanaf de zijkant, vanaf zijn zeg maar profiel, hè. Dan nu maak hem even open. Oké, kijk.
En dat vind ik ook een mooie. De augurkjes zijn niet op elkaar gestapeld. Ze liggen naast elkaar. Dat is vaak het teken van een zeer gedemotiveerde McDonald's-medewerker. Als hij de twee plakjes augurk op elkaar stapelt. Dat is gewoon, dan boeit het er niet. En hoppakee, dan flikkert hij het er zo op. Crispy bacon smoky beef. Toch? Eerste hap. Oei. Poeloeloe. Halverwege genoeg om een oordeel te kunnen vellen. Laten we eerst nog even beginnen met de copyrighted bacon finger test. Bacon is crispy als je die met een karateklap door midden kan hakken. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of er een soort van consumentenbond definitie van crispy is waar iets aan moet voldoen voordat je het crispy mag noemen. Net als met mayonaise. Dat moet een bepaald percentage in olie hebben. Maar dit is natuurlijk niet crispy. De Crispy Smoky Bacon Beef Single Editie van de McDonald's. Crispy bacon, dat zou per definitie zou het niet eens hoeven moeten vermelden. Bacon hoort crispy te zijn. Dat is gewoon dubbelop. Crispy bacon, warme hamburger, zoete milkshake, plastic kaas. Het spreekt voor zich. Maar hij is wel lekker. Kijk, stel je zou een rangorde maken van sauzen. Dan zou voor mij betreft helemaal onderaan, van alle sauzen, zou onderaan echt bungelen van die shashlik saus. Maar dan zeg maar daar net boven whisky cocktailsaus. Maar ik moet zeggen, op deze hamburger complimenteert het geheel heel goed. Ik had het niet verwacht. Presentatie is ook goed. Jammer van het doosje. Dat is natuurlijk iets waar McDonald's al lang op heeft bezuinigd. Vroeger had je Happy Meal dozen. Dat waren grote kunstwerken. Tegenwoordig heeft ieder Happy Meal doosje exact hetzelfde uiterlijk. En ik had gehoopt voor een hamburger met een dusdanige promotie dat heel de website vol staat en hier borden hangen, dat je dan niet zo'n zouteloos doosje als dit creëert. Dus, dat is jammer. Een 8,8! En die whisky cocktailsaus, ik had niet gedacht dat ik... Hij is gewoon gestegen in mijn sausenrangorde. Hij stond al in de rangorde boven de shashlik saus. En nu staat hij zelfs boven Andalus. En dat was hem dan weer. Een nieuwe gezouten mening. I'm back. Een nieuw decor. Nieuwe hamburgers. Nieuwe aanbiedingen. Abonneer. Reageer. Vind ik hartstikke leuk. Oprecht om... De reden dat ik dit doe is omdat ik... Als ik het niet doe, krijg ik heel veel reacties van mensen die zeggen... Wanneer doe je het weer? Dus ik meen oprecht dat wel mij enorm motiveert om deze hele shit te ondernemen. En deel het ook met je vrienden. Het zout is op zouten.